Hi, welkom bij Milo. Vandaag wil ik een veelgemaakte fout van de lat pulldown behandelen en vervolgens jullie een oefening geven waarbij je de lats veel beter kan stimuleren. Belangrijk om te weten is dat de lats aangehecht zit aan de binnenkant van zijn bovenarm en helemaal doorlopen in zijn onderrug, in het fascia van de onderrug. Het is heel logisch dus dat als je hem aantrekt, dat veel mensen uitkomen in een positie waar het schouder naar voren valt, zoals hier. In principe span ik die lat nu echt maximaal aan. Het nadeel van het naar voren vallen van die schouder is dat het heel veel druk creëert aan de voorste kapsel van de schouder. Dat willen we niet. Tweede is dat we de latissimus nog niet echt maximaal stimuleren. Dan nu een variant waarbij we dezelfde materialen gebruiken, alleen een paar kleine dingetjes tweaken om ervoor te zorgen dat we en die lat maximaal kunnen aanspannen en die schouder in een goede positie krijgen. Wat we gaan doen? De viewer heeft zijn armen omgedraaid en wat smaller vastgepakt. Op deze manier krijgen we wat meer stretch, want nu zit die led-aanhechting daar. Het tweede wat Yuri gaat doen is hij initieert de beweging vanuit zijn schouderbladen. Hij trekt naar zich toe. Dan trekt hij de elleboog door. En als hij bijna in die eindpositie is, leunt hij helemaal naar achteren. Net zoals net kan hij nu heel hard die elleboog naar achteren trekken. Maar we houden de schouders in de goede positie en we kunnen de leds maximaal aanspannen. Met deze kleine aanpassing kiezen we voor een veilige oefening en een effectievere oefening. Succes!